Eenzaam en alleen loopt hij zijn rondjes op het trainingsveld van Costa Bellena. Mimo Mahi heeft nog wat naweeën van een bovenbeenblessure, maar lijkt op tijd fit voor de hervatting van de competitie. Niet alleen is hij een voetballer van FC Groningen, maar vooral ook een zeer gelovig man. Ja, ik geloof in Allah, dat is onze, ja, in de islam is dat onze God. En, ja, ik bid vijf keer per dag en ja, ik probeer alles ja, zo goed mogelijk te doen namens ons geloof. Zijn geloof is erg belangrijk voor hem en helpt hem ook bij het voetbal. Net met de blessures, snap je? Dan denk ik gewoon van ja, Allah heeft mij dit. Het, moet, het heeft zo moeten zijn, snap je? En dan denk ik ook anders, snap je? Ik had ook mijn ja, kruisbanden kunnen afscheren. Snap je? Zulke dingen. Dan ga je echt pas beseffen dat je echt blij moet zijn met wat je hebt. En ja, wat voor blessure je dan ook hebt. Door de vele aanslagen van de Islamitische Staat wordt het moslim zijn in Nederland behoorlijk op de proef gesteld. Steeds vaker worden, vooral op sociale media, moslims en terroristen in één zin gebruikt. Maar hier heeft Anno geen goed woord over voor IS. Ja, dat, doet, ja, dat doet eigenlijk best veel pijn als je, als je dat ziet. Als je ziet uh, hoe zij namens ons geloof uh, bepaalde dingen doen, ja, dan vind ik dat onmenselijk. En als je ziet uh, waaruit de islam bestaat, is dat juist ja, liefde en vrede. En voor iedereen goed willen zijn. En ja, gewoon iedereen respecteren. Zelfs qua geloven respecteren. En als je ziet wat, er dan met, ja, met IS, wat IS allemaal loopt te doen, nou, dan doet het gewoon pijn. Ook op straat merkt hij de gevolgen van IS. Want regelmatig wordt hij eraan herinnerd dat hij Marokkaan is. Dat hij moslim is. Dat bepaalde mensen gewoon, ja, vaak ook oudere mensen, ja, ja, met een rare blik naar je kijken. En dan, ja, dan neem je het meestal niet serieus zeg bijvoorbeeld. Maar... Verdrietig eigenlijk, hè? Ja, het doet best veel pijn. Maar goed, wat moet je doen? Ja, je, kan, je kan op en neer gaan springen, je kan discussie gaan voeren, maar ja, uiteindelijk bereik je daar toch niks mee. Uiteindelijk zit je alleen zelf mee. En daar heeft hij volledig gelijk in. Moei!